Cuco, gefeliciteerd met de overwinning. Nu mogen we het echt zeggen, hij is binnen. En ja, denk een hele mooie overwinning. Natuurlijk. Eigenlijk de belangrijkste was de 3 punten natuurlijk. En dat hebben we nu eigenlijk binnen, ja. Officieel. Ik vind het ook heel fijn dat jij erbij bent, want je bent natuurlijk opgeroepen voor Curaçao, eigenlijk zoals gewoonlijk, maar je bent niet gegaan. Wat is een beetje het verhaal erachter? Is dat een persoonlijke keuze? Is dat omdat het daar ook een beetje rommelt misschien? Een combinatie misschien? Ik wil eigenlijk niet veel erover praten. Liever aan de vraag stellen, want ik wil even liever Curaçao even erover hebben. Sport wat, maar ja... Ik wil het eigenlijk zo goed laten. Nou, duidelijk. In ieder geval, wij zijn heel blij dat je hier bent. Dat staat vast. Ik ben hier. Ik ben beschikbaar voor NAC. Plus, we weten dat hoe belangrijk is als je natuurlijk in de top wil meedraaien. Natuurlijk, hoe belangrijk is. En ik ben ook, voor mijn gevoel, of de team zegt het ook. Ook de club en de fans die zeggen het ook. Dat ik echt super belangrijk ben voor het team. En ik wil mijn team op dit moment niet in de steek laten. Voor we verder gaan met de rest van de wedstrijd, dat moet wel een fijn gevoel voor jou zijn, die waardering. Je hebt natuurlijk een tijdje zonder club gezeten, niet altijd overal gespeeld. En hier ben je eigenlijk toch wel een van de grote mannen. Is dat fijn voor jou? Natuurlijk. Ja, ik bedoel, van NAC heeft me weer de kans geven om lekker te kunnen ballen. Waar ik echt van hou. Ik ben hier vorig jaar in januari gekomen. Het klikte goed. Met Peter Maas gesproken ook. En hij heeft me goed gevoel gegeven. En de trainer, en de speler, en de fans natuurlijk. Dus had ik eigenlijk geen reden om weg te gaan. En heb ik gewoon een jaartje bijverlengd. En ik ben gewoon hier. Ik ben hartstikke blij. Ik voel me goed. Ik voel me thuis hier. Ook al woon ik in Rotterdam, is voor mij gewoon echt te doen. Om terug te rijden. Dus ja. Dan de wedstrijd en de staking natuurlijk is al lang en breed besproken. Jij begon natuurlijk tegen Michael de Leeuw. Toen kwam Hilteman er kort in. En vandaag tegen Bokila. Dat waren interessante duels om te aanschouwen. Nee, klopt. We wisten eigenlijk wel dat, Bokila erin zou komen. Ik dacht ook dat Hilteman ook zou starten, maar blijkbaar niet. Ik weet niet. Naar Suriname voor internationaal. Oh ja, precies. Hij stond erin en we wisten allemaal dat hij superkop sterk was en sterk in het duels. En er waren interessante duels tussen mij en hem en het liep een beetje uit de hand een beetje. Maar op een gegeven moment, voor mij en voor hem was het snel klaar na de wedstrijd natuurlijk. Dan is het inderdaad een klein opstootje. Is het daarna nog even haat en nijn naar elkaar of is het daarna ook weer snel goed? Nee, kijk, uiteindelijk natuurlijk... Hij liep ook nog even lelijk door op Van den Berg natuurlijk daarna. Ja, ik kan het begrijpen natuurlijk, want uiteindelijk staan ze 4-1 achter natuurlijk. En weet je eigenlijk al nog 5 of 10 minuten spelen nog, dat er een paar irritaties zal komen en dat ze zouden gaan schoppen, et cetera. Dus, maar ja, gelukkig, iedereen is fit eruit gekomen en we hebben 3 punten gelukkig. Tot slot, Hiballa die pakt jullie nog even samen daar voor de dugout. Wat wordt daar dan nog besproken? Is het dan typisch Hiballa dat hij zegt niet in de wolken gaan zitten of was hij ook complimenteus? Ja, natuurlijk. Hij was positief natuurlijk. Maar wat hij zei was gewoon duidelijk. De belangrijkste was de 3 punten natuurlijk. We hebben het goed kunnen uitvoeren en hij kwam gisteren met een plan. En die hebben we goed kunnen uitvoeren natuurlijk. En daar was hij super trots en blij om. En als je eigenlijk mee wilt doen in de top, dan was deze 3 punten heel belangrijk. Ja. Want na een wisselvallige start kunnen we wel zeggen dat jullie vol vertrouwen naar Roda toe kunnen. Zeker weten. En ik geloof in mijn team, staf, spelers. We hebben ook al hebben we nieuwe spelers. Goede spelers. Goede spelers gehaald. Dus als je eigenlijk iets wil gaan bereiken, dat is dit jaar wel. Dankjewel en veel succes. Dankjewel.